Hallo lieve kindertjes. Vandaag gaat het kinderverhaal over Jania en haar cadeautje. Mama haalt Jania op van school. De kerstvakantie is aangebroken. Samen lopen mama en Jania naar huis. Jania die kijkt heel erg uit naar de kerst, want de kerst is haar lievelingsperiode van het hele jaar. Mama en Jania zijn nu thuis. Samen zitten ze op de bank en mama leest een heel leuk verhaaltje voor. Jania vindt het heel spannend. Hebben jullie je lievelingsverhaal? Toen vroeg mama aan Jania, wat wil je graag hebben voor kerst? Jania zei dat ze heel graag een pop wilde hebben. Mama zei, is goed, dat zul je krijgen. Yeah! Jania was heel erg blij. De volgende dag zag Jania haar cadeautje en deze wilde ze heel graag openmaken. Mama, mag ik mijn cadeautje openmaken? Mama zegt, nee, nog niet schat. De dag erna vroeg Jania het weer. Mama, mag ik mijn cadeautje openmaken? Nog niet, zegt mama. Even later vroeg Jania het weer. Mag ik mijn cadeautje openmaken? De volgende dag probeerde Jania het weer. Mama, mag ik mijn cadeautje openmaken? Nog niet, zegt mama. De volgende dag ging Jania samen buiten spelen met haar vriendinnetje. Samen hadden ze heel veel lol en gingen ze gezellig spelen. Op een gegeven moment vroeg Jania, wat krijg jij voor kerst? Zei haar vriendin. Ik krijg helaas niks voor kerst. Mama heeft weinig centjes. Jania vond dit heel erg. Later die dag merkte mama op dat Jania niet om haar cadeautje vroeg. En vroeg aan haar wat er aan de hand was. Jania vertelde dat haar vriendinnetje geen cadeautje krijgt dit jaar en dat ze dat heel erg jammer vindt. Dit vond mama ook heel erg verdrietig. Toen vroeg Jania of ze haar cadeautje mocht geven aan haar vriendinnetje. Mama was heel blij en heel trots op Jania dat ze bereid was te delen met haar vriendinnetje. Samen liepen mama en Jania naar het huis van het vriendinnetje. Eenmaal aangekomen gaf Jania het cadeautje aan haar vriendinnetje. Zij was heel erg blij. Dus jongens en meisjes, Jania vond het leuk om een cadeautje te krijgen. Maar zij vond het veel leuker om haar cadeautje weg te geven aan haar vriendinnetje. Dus laten we altijd denken aan een ander. Zoals het in Spreuken 11 vers 25 staat. Als je goed bent voor anderen, zal het ook met jou goed gaan. Als je anderen helpt, zul je zelf ook geholpen worden. Tot de volgende keer!